Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel en het is 13 juni 2016. Alle studenten van de Erasmus Universiteit, maar eigenlijk elke burger vanaf 18 jaar en ouder, kan bij CDA, voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende, en bij het Erasmus bestuur een schadevergoeding eisen van 1000 euro. En Balkenende en het Erasmus bestuur moeten dat uitbetalen. Ze hebben er zelf voor gezorgd dat er geen rechtspraak meer is die hun kan beschermen en die kan stellen dat ze dat niet hoeven uit te betalen. Voormalig minister-president Balkenende heeft ervoor gezorgd dat de Hoge Raad mijn dossier van een rechtszaak tegen hem heeft weggegooid. Balkenende helpt gemeenten bij het stiekem folteren en vermoorden van burgers. De Erasmus Universiteit werkt daar aan mee. De VNO-NCW, MKB, CPB, CBS, AFM, ACM, CPB-WEB, dus het College voor Bescherming Persoonsgegevens, enzovoort, enzovoort, werken daar allemaal aan mee. De rechtspraak in Nederland is 100% corrupt. Zij bewijzen al sinds augustus 2012 dat zij het internationaal strafhof helpen bij het vermoorden van mensen. De lobby in Nederland had de wettelijke plicht om dat te stoppen. Dat hebben ze niet gedaan. Daaruit is de MH17 ontstaan. De MH17 passagiers zijn willens en wetens de dood ingestuurd. De lobby die dat allemaal verbergt, probeer ik in de gevangenis te krijgen van het internationaal strafhof. Ik ben de eerste vrouw die tegen Nederland een rechtszaak is gestart tegen Balkenende, tegen het parlement Balkenende, bij het internationaal strafhof, omdat dus de Hoge Raad politici helpt bij het stiekem folteren en vermoorden van burgers. Mijn lichaam wordt gebruikt voor folteren en mijn dossier en mijn intelligentie worden gebruikt als dekmantel voor het stiekem doden van andere mensen. Dat is wettelijk verboden volgens het folterverdrag, volgens de mensenrechtenverdragen. Het komt er dus op neer dat elke burger zich kan verdedigen met een juridische constructie die ik heb opgezet tegen die folter- en moordpraktijken. Elke burger kan 1000 euro eisen bij Balkenende, bij Mark Rutte of elke andere organisatie en elke andere lobbyist tegen wie ik een ICC-rechtszaak ben gestart. Ik heb een pdf geschreven, pdf dodenlijst. Ga die lezen en eis 1000 euro bij Jan-Peter Balkenende en bij het bestuur van het Erasmus, van de Erasmus Universiteit. Wat bereik je daarmee? Nou, je bereikt ermee dat je persoonlijke macht krijgt. Dat je de macht krijgt om in de bureaucratie te regelen wat je moet regelen op grond van de rechten die je hebt. Je kan dus afdwingen dat je niet ten prooi valt aan de lobbyisten. En je dwingt ook af dat we eerlijke verkiezingen krijgen dit jaar. Wanneer stopt deze eis? Wanneer stopt deze kans die je hebt? Nou, zodra dictator Mark Rutte mij een schikking en schadevergoeding uitbetaalt en de rechtszaak tegen Nederland vervalt binnen het internationaal strafhof, zodra het internationaal strafhof zelf een schikking en schadevergoeding voor mij eist, of zodra ze het dossier naar de rechtszaal brengen, of wanneer elk persoon tegen wie ik een ICC-rechtszaak ben gestart mij een schikking en schadevergoeding uitbetaalt, waardoor die persoon niet langer dader kan zijn. Ga naar mijn website, lees de PDF en claim je recht. Dag.